Truffaut heeft ooit gezegd, en dat is een prachtige uitspraak, maar het gaat dan over film. Maar hij heeft gezegd, uw eerste film, daar zit alles in wat je later in je carrière gaat doen. Maar wel, dat geldt voor een plaat ook. It's the first draft of the worst case scenario. We hadden een extreem hechte band. Die vijf gasten die waren echt heel close met elkaar. We waren eigenlijk altijd samen. Eigenlijk. Ik woonde met Tom samen, maar Klaas was ook heel vaak bij ons. We gingen na de repetities gewoon op café. We waren eigenlijk altijd samen. Dat was een bijzonder hechte vriendschap. En die werd versterkt natuurlijk door die creativiteit die we samen hadden. Rudy leefde nogal subcultureel, om het zo uit te drukken. Gebruikte nogal veel in die periode. Ik was daar toen zeker nog veel braver in. Stef speelde op straat. Klaas kwam uit een familie eigenlijk van volkmuzikanten, rondtrekkende muzikanten. De Jules had al diverse groepjes gespeeld. Was chauffeur geweest eerst voor ons, was dan bij ons komen spelen. Dus Jules was iemand die al lang voor zichzelf al uitgemaakt van luister, by hook en by crook, ik word muzikant. Ik ben muzikant en ik ga daar mijn leven van maken. En voor ons was dat eigenlijk ook een evidentie. Ook een soort van naïviteit en arrogantie natuurlijk. Maar dat hadden we wel nodig. Dat hebben jonge groepen nodig. Ik was nog heel jong. Ik kwam eigenlijk maar uit de puberteit, als ik bij Deus terecht kwam. En ik was toen een enorme, eigenzinnig, koppig manneke. Die dat zich toch wel wou onderscheiden van de rest, van de massa. Ja, hij zag er een beetje rockabilly uit. Ik was dan een would-be gringer. De Rudy zag er het gelijk Tati die 2 weken niet had geslapen. De Jules, die zag er het gelijk de Jules, dat is al speciaal genoeg. En de Klaus was zo wat de River Phoenix. Als ik mij zo terugzie nu, dan verschiet ik die kost van. Maar wat heb ik daar aan, jongen? Een netteke van appelsine of zo. En ik heb een tijd opgetreden in een lange onderbroek. En zo badmutsjes. Nee, zo douche dingetjes deed ik aan. Tja. Waarom niet, hè? Ik denk sowieso het feit dat iedereen met diverse dingen bezig was, ook in diverse groepen speelde, diverse disciplines kon. Dat sowieso belangrijk was qua uitzicht van Deus, qua hoe dat de clips eruit zagen, hoe dat de hoezen eruit zagen. De behoefte ook voor alles zoveel mogelijk zelf in controle te hebben, eigenlijk. Ik kwam met iets af, dan jamden we er rond. De Rudy haalde dat onderuit. De Stef speelde heel melodieus bas. De Klaas die zorgde voor de stoorzenders. En op het einde zou ik voor een papieren vriendje. En dan had je deze nummer. Dat ging van teen naar tand, van traag naar rap, van jazzy naar wat funky meer, van rock. Allee, ik bedoel, een mengelmoes. En ik hou ervan, van dingen die door elkaar lopen. Die energie van die band die was echt fantastisch natuurlijk. Heel creatief, ook een heel vrije geest en ook allemaal. Wat echt... dat is fantastisch. Er zijn uiteindelijk heel weinig muzikanten die echt heel vrij kunnen denken, los van stijlen of invloeden of dit of dat willen zijn. Dat was heel sterk in die band. Wij zagen onszelf niet als een Belgische groep. Het heeft ook heel weinig zin van muziek te maken gericht op België, vind ik. Als je muziek maakt die wat afwijkt, kun je misschien een beperkt publiek aanspreken
binnen uw eigen territorium, maar doordat ze afwijkt, kun je dat publiek ook in andere landen aanspreken. I don't think I ever considered that Deus were from Belgium. When I was listening to the music, I wouldn't have guessed that Tom wasn't British or American, because his use of the language is so elaborate and so considered, and he's obviously very well read as well. So there's nothing to betray it as their music has been from Belgium. Ik denk dat Belgische bands, een beetje like bands of artiesten die uit Zwitserland komen, uit Canada, omdat wij nooit niet echt nationalistisch, we zijn niet echt zo Belgen, we hebben dat nooit niet echt dat gevoel gehad. En we zijn een soort samenvoegsel van Duitse, Engelse, Franse invloeden, alles door elkaar. En we doen dat in een soort evidente manier die voor veel andere mensen niet echt evident is ook. Dat is het leuke aan Belgische muziek, dat wij niemand zijn en dat wij nergens uitkomen. En dat is de plek waar goede muziek in het beste geval ook vandaan komt. Ik heb elke nacht ontbijt voor meneer. Vond dat leuk, jongen. Nadat ik dat gezegd had, dat we moesten stoppen. Welk nummer hebben we dan gespeeld? Dat is de tank. Nou, wacht, was dat ding Great American Youth? Ja. Ik zei van, dan klapten ze extra hard. Was dat voor, ja, dat was Great American Youth. Ja, ik snap de flip wel. Die mannen moeten nu door rond spelen. Tuurlijk. En die zanger, die gast, die kwam was. Man, dat was great, man. Het is de beste supporting act ever, man. Ever. Cool, man. Ja? Nee, die wilde een demo. Wist ik. Die waren zeer ongezet. Dat is kort ook, hè. We zijn dus niet volledig. Hè? Dat zien we wel. Die ontbreekt Jules. Uw gids, dan ontbreekt Jules, onze drummer. Christian, Gaas, manager, moet nu toch wel weer. En onze bassist, hè. Ik hoop dat hij nog komen eten. Een heel belangrijk moment voor mij was zeker naar opnames toe en naar potentieel toe, was de eerste demo van Zea, waar ik voor het eerst mijn stem dubbelde. Het plan was... er was natuurlijk geen plan. We wisten wel dat de muziek die ze maakten... danig goed was, dat het verschil kon maken. En voilà, we gingen dat opnemen en releasen. Toch direct met het idee om daarmee verder dan buiten in België met te geraken en te gaan spelen. Het laatste nummer, het is een nummer dat als single uitkomt. Ik heb dit gehoord. We moeten stoppen, dus here we go. Philip, put on the tape. 1, 2, 3, 4. We hebben de eerste single uitgebracht, in eigen beheer. Die werd, we hadden voordien gaan shoppen met ons materiaal. Er was niemand geïnteresseerd bij de klassieke platenfirma's. Die een tijd hier in Vlaanderen voornamelijk. En hebben we het zelf gedaan, naar de radio gebracht. En daar werd het wel opgepikt. Op de Studio Brussel. Een jongere zender die toch heel invloedrijk was, ook al in die tijd. En op basis daarvan kregen we wel het interesse van Bang. Een Waals independent label die net begonnen waren. Die eigenlijk nog geen enkele artiest getekend hadden. Die voornamelijk bezig waren met independent distributie. En connecties hadden met een aantal kleine independent distributeurs in Engeland. Deus a fait le tour des maisons disques avant et personne n'a signé. Je comprends pas vraiment pourquoi. Parce que nous, quand... Enfin, je nous revois dans ce garage. Il y avait une chaîne stéréo. Quelqu'un a mis a poussé play. Et on s'est tous les trois regardés en se disant wow, « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis, on a eu un coup de foudre en même temps sur ce truc. Mais donc, en fait, was Renaud daar heel visionnaire in. Il zei, hier zit wel iets in. Dat is wel een groep met karakter. Dat is wel een groep met goede nummers. En voilà, ik betaal hier, ik weet niet wat dat was. Ik kan er geen getallen plakken. 1 miljoen. 1 miljoen oude Belgische frank voor die plaat te maken. On n'avait pas vraiment d'argent, donc il fallait le trouver. Donc on était à l'époque 4 dans la société. Certains avaient de l'argent de leurs parents, donc on avait de l'argent comme ça. D'autres ont fait un emprunt à la banque et on a réuni. Je pense le budget du début de l'enregistrement c'était un gros million. Un gros million de francs belges.
Ce qui est, enfin, quand on est jeune, c'est déjà une somme. Après, on peut enregistrer avec plus d'argent, mais à l'époque, 1 million de francs belges pour enregistrer, surtout pour un petit groupe qui était nulle part, c'était un risque. Mais voilà, enfin, nous, on avait vraiment un coup de cœur et le groupe voulait ça. Donc, et après, le futur a montré qu'on s'était pas trompé, ni Deus ni nous, et voilà. Deus disait, ok, on veut bien signer avec vous, mais on ne va pas enregistrer dans un petit studio. Nous, on veut ça. Mmh. Et c'était comme ça ou c'était rien. Mmh. Et en même temps, c'est bien. Deus avait de l'ambition, voulait un son. In die periode, zeker door de invloed van de Rudy, was er een heel harde goesting om groepen te ontdekken die wat meer jazz, met jazz experimenteerden. De New Yorkse scène was er heel belangrijk voor, de Ribot Touch. En ook, dat kwam dan weer van Tom Waits. Anyways, en dan kwam op Peter Vermeest, want we waren fan van Niks Lijkt Sally. En het was eerst het idee van Peter te bellen. En Peter is dan afgekomen met het idee van Pierre erbij te nemen. La première chose à laquelle je pense quand je pense à ce studio, pour l'album en tous les cas, c'est l'odeur. Ils sentaient très mauvais, tous. Mijn herinnering is onbestaande, maar Klaas heeft mij gezegd dat wij verricht van het café kwamen. Ah ja, tuurlijk. Quand ils sont arrivés en studio, ils étaient intimidés. Hein. Pas de moi ou de Peter, hein, mais d'arriver dans un vrai studio et que, allez, il faut s'installer, on va commencer. Enfin, tu vois, il y a quelque chose d'un peu... Tu ne l'as jamais fait. Nous, on n'a jamais été producteurs. Eux n'ont jamais été dans un vrai studio. On est tous un peu comme ça. Hein. Maar ik denk dat wij in het algemeen gewoon gevolgd hebben wat zij meebrachten. Zij speelden. Het enige wat ik gevraagd had en ook verwacht had, was van komt goed voorbereid binnen. En dat is alles. En maak muziek. En laat ook het moment zelf spelen. Hij zag ook direct dat je ons niet te veel moest afremmen. Dat je gewoon een beetje de ideeën moest kanaliseren. En dat was eigenlijk direct goed. Ik herinner me er niet al te veel problemen. Qua opnames en qua... Wat zouden we waar doen? En met Peter en Pierre was dat ook altijd... Als er een foutje is, laat dat erin. Dat leeft, dat is schoon, dat is oké, dat is het moment. En dit en dat. Dus dat was eigenlijk de vrijheid. Je sais que j'ai montré mon cul assez souvent. Il paraît, parce que c'est revenu par de gens qui m'ont dit « Klaas a dit que pendant qu'il jouait, tu venais derrière lui et tu disais « Tu joues comme une merde » pendant qu'il jouait. » Je n'ai pas le souvenir, mais c'est tellement mon genre que c'est bien possible. Je suis venu avec un loop de Worst Case Scenario First Draft, wat dat van Hot Rats komt, Little Umbrellas, nummer van Zappa. En ik denk de dag dat we dat hebben afgemaakt of opgenomen, kwam het nieuws dat Zappa overleed. Maar dat zal al waarschijnlijk al vermeld was. Pierre had een schrijn gebouwd ook, waar we allemaal voor moesten knielen voordat we iets deden. Filthy cigarettes while you drive the brass band home twice. Tries, it's your indecision that scares the pee out of people's mouths. Appealing to the guys, the whole fight. Pressurized, it's not magic. The snobbish fourth world is in your richest crimp. An animal sinks the trash, it's breaking and lending. Casual, casual, and his husband and face to shatter. He died without knowing he ended life after. I'm scared. Staccato intelligence that never goes anywhere without my stupidity. Er zit grunge in. Worst Case Scenario. Maar wat dat in andere grunge-platen van die periode niet zat, zit er ook in Worst Case Scenario. En dat is al beginnen flirten met samples. En beginnen flirten met loops. En parlando. Wat er ook op andere dan trip-hop-platen niet stond, waren dan ballads. Stond er wel op. Dus eigenlijk was het aan zich...
muzikaal wat we deden was niet, denk ik, niet vernieuwend of zo. Maar het was de combinatie van die nummers bij elkaar zitten. De combinatie van die stijlen. En daar denk ik dat het Belgische karakter heel hard in zit. Het spons karakter, wat dat al jaren over heeft moeten leuteren. Maar wat dat ook gewoon zo is. Daar. En ik denk dat deze altijd is geweest het bekijken wat dat op dat moment eigenlijk de muziek is die ons interesseert of die gangbaar is, en die binnenste buiten keren en daar iets mee doen. En ik denk dat worst case scenario niet anders is dan dat. Er zat heel veel referentiemateriaal in, onder andere dingen, maar in een soort combinatie. Dat is zelden gedaan weer. Er zat heel veel Knitting Factory-invloeden in. Er zaten no-wave-invloeden in. Albini-achtige geluiden. Gemengd met Neil Young. Echte popmuziek. Zelfs met hip-hop en dat soort dingen. Ideeën die meer uit de techno kwamen en zo. Niet echt er techno hebt, maar de repetitieve met nu en dan een uithaal en dat dronigen en zo. Het had er ook wel mee te maken dat het de opkomst van de house was en dat wij ook wel eens nachts in huis discotheken rondliepen. Worst case scenario is voor mij nog altijd nummer 1, omdat dat echt de basis was. Hè, maar dat denk iedereen op die moment ook nog heel vrij was om te doen en te laten wat ze wilden. Zo kunnen maar één plaat maken. En wij waren een stelletje jonge honden en dat ging vanzelf. En vandaar ook, je hoort nog altijd dat de meest vanzelfsprekende Deus-plaat is. Je voelt dat in één keer is opgenomen, dat redelijk snel is gegaan. Dat is allemaal, dat klopt allemaal. En zeker in de productie en zeker in het idee dat ze dat zelf hebben gedaan, er is daar iets aan. Dat heeft een kwaliteit. Ik ben zeker dat moest je dat laten horen en Andy Wallace om tegen wat dat die misschien zou zeggen, het kan beef it up en bla bla bla. Maar dat wilde niet. Je wilt dat zo klinkt ook. En dat was ook eigen aan die tijd. Ik vind ook dat die eerste Deus-plaat klinkt ook gelijk. Dat je denkt van hoe hebben ze dat nu gedaan? En dat waren ook, het was het begin van iets dat vandaag de dag de norm geworden is. The way I look at it is, they use every tool at their disposal to get the message across. So they don't just write a song on a guitar and then decide to record it a certain way. The sounds they use, the way it's produced, the way it's performed on the record, these are all tools that they use. The record isn't just a recording of their songs. It's the finished product. It's the work of art. It is een plaat van mensen met verbeeldingskracht. Letterlijk. Dus niet fantasie, hè? Verbeeldingskracht. En het is niet voor niks dat Tom ook films maakt. Stef zit ook in de visuele kunsten. Rudy is de schilder dan. En ik, ja, van worst case scenario vind ik zeker dat het echt een... Die hoes is ook onlosmakelijk verbonden, vind ik, aan die muziek. Misschien is het ook puur psychologisch en inbeelding. En, het zal wel. Maar bon, dan is het maar zo. En voor mij is dat een groot schilderij. Je kan dat arty noemen. Het feit dat er heel veel verschillende invloeden ook uit andere kunsttakken dan muziek inkwamen. Een beetje die beatnik-invloed. Bij wijze van spreken, de schilderij van Rudy Trouvé zaten ook in de mix. En Deus heeft wel getoond dat dat oké was. En dat eigenlijk, dat dan niet arty of vergezocht moet zijn. Eigenlijk een interessante groep die verzamelt heel veel elementen. En dat was eigenlijk zo bij de jonge Rolling Stones. Dus het is een mooie traditie. Well, I think it's as important as, you know, as in terms of what it actually sort of achieved artistically as something like, you know, the first album by the Velvet Underground or Funhouse by the Stooges. That album set the bar very high. And, you know, they've scaled it quite a few times since, but that album was tough to beat. Of a worst case scenario.
dan was er weer een hele goede slag van Bang. En dat was door ons eigenlijk vrij snel in Londen te plaatsen. Nu, niemand had kunnen denken dat het zo snel zou gaan. Maar bon, het was wel een heel goed idee om ons in het voorprogramma van de groep te zetten waar zij al contacten mee hadden. Via Caroline Music was dat. Dat was Girls Against Boys. So I turned up at the show and I'd missed the support act and Girls Against Boys came on and I think it was towards the end of their set. I asked this guy in the audience and I said, listen, I missed the support act. I was tipped off about them. Can you tell me anything? You know, were they good? And he just said they were fucking amazing, absolutely amazing. So I thought, well, that's a guy that I actually respect because I often see him at shows. And then I started asking a couple of other people and they all came back with these adjectives. So I went to the entrance and I think they were selling, I think I remember they were selling a copy of Zaya, the little promo single. And I bought it, took it home with me. And I think later that night or first thing in the morning, I just left a message on their answering machine saying that this is the best thing I've heard in a long, long time. 3-4 weken nadien hebben we een week in Londen verbleven met een 4-5 shows. Die we dan snel geboekt hadden, bon, met hulp van natuurlijk, omdat die interesse er dan was. En dat was eigenlijk echt een heel helse, hectische week. Er was een ongelooflijke bus gecreëerd op die week. You know, the first two shows were quite empty and then word got out around London that this incredible band from Belgium had been flown over by Ireland, which I don't think was true. I think they still paid for it themselves. And we were hot at the time, you know, we were the label had been dormant for quite some time and we were signing some really important acts. And so people were taking notice of what we were doing and that week was a big week. Dan komt eigenlijk iedereen naar u toe uit die sector, hè? Want daar komen zowel meerdere A&R mensen kijken voor te zien wat de bus is all about. En, maar even goed ook uitgevers, publishers, agents. Dat was natuurlijk waanzin, want een dag erop gingen wij dus al die platenfirma's af. Ik heb nooit van mijn leven een rugzak gehad, maar toen had ik er wel een bij voor vol te steken met cd's. There was the meeting back in Ireland when I'd managed to get more tracks because I think Peter and the other guy had just finished mixing or the mixing had been done and we were wanting to know if there was any other things that we needed to do, if there was any tweaks needed here and there and edits needed to be done. And Suds and Soda came on in this meeting and immediately you just scan the room and it's like having an engagement ring, this fucking big rock in your pocket for a couple of weeks because you're planning to pop the question. And you're having to keep your mouth sealed and your lips bitten because at the end of the day, everyone that I could play it to were probably working for another label, working for publishers, and word had spread, and so we had to kind of keep it quiet. Het beste contact werd aangeboden door Geffen. Maar we hebben dan gekozen voor Ireland omdat daar natuurlijk mensen zaten en omdat die een geschiedenis onwaarschijnlijk was. Dat was van Grace Jones naar Bob Marley, naar Roxy Music, naar Robert Palmer. En dan onze contemporaan, zeg maar, My Bloody Valentine, PJ Harvey, Tricky, Tom Waits natuurlijk. Niet te onderschatten. Dat palmboomje, dat logo ook. Heel die bureau, het was daar eigenlijk veel gezelliger dan op die andere. Dus eigenlijk heb ik daarvoor gekozen, ja. En dan herinner ik me dat Studio Brussel ook live aan de lijn hing toen ik dat contract heb getekend. We were very excited to have them. You know, there was the thing about Deus, I think, I don't remember ever having such enthusiasm for a band, which came from everywhere. It came from the management and it came from Dave who signed them and it came from the top and it came from the lawyers. Everyone that was involved with Deus at the time and that bought them to us was so enthusiastic about them. And that was completely driven by the love of their music. En dan zijn we teruggekomen na die 5 dagen. En dat was, ja, dan denk ik een maand later kwam Suds & Soda hier uit. En 3 maanden later kwam het uit in Europa. En dat was een bom.
that, you know, violent and screeching and gorgeous violin right from the start, it just, you know, made you want to just, I don't know, throw yourself out the window in the best possible way, as long as you lived on the first floor. We zaten in een studio ergens in Brussel die clip te doen. En we moesten gewoon allemaal een beetje in beeld staan op een of andere interessante manier. Dus iedereen deed iets. En Tom pakte ineens mijn hand vast. Gewoon heel schoon. Want ik voelde dat ook echt. Er was ook wel een grote vriendschap tussen ons. Dus ik vond dat een heel... Ja, hij zag dat waarschijnlijk al visueel voor zich. Die een ding is van Lenny Kravitz gepikt, hè? Terra, 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 terra. Dat is van Are You Gonna Go My Way? Oké. Okay. Je weet wat ik bedoel, hè? Ja, ja, maar dat wist ik. Are You Gonna Go My Way? Dat is dat. Okay. Tof, hè? I love the middle eight when sort of when the keyboards come in, you know, and it sort of takes off into this kind of, you know, psychedelic place, and then it just kind of pulls it back into the into the rock, you know. Op een moment hebben ze mij wel razend gekregen in de recensies door die orgelpartij van den Anton. Dan hadden ze een orgel en dat was The Doors. Ik haatte The Doors. Dat vond ik, en vooral omdat The Doors niet... nu vind ik dat die wel goede nummers hebben, maar toen vond ik dat echt een vijand. Dat sliden zo, hè. Dat is eigenlijk maar gewoon één noot, hè. Één octaaf. Maar dat direct... Ik had dat ervoor al zo gebruikt tijdens jams, zo, dat ik dacht van, wow, dat is wel chic, dat marcheert. En dat zijn zo wat meer mijn kenmerk geworden, zo eenvoudige vioolriffs. Repetitief. Ik had zelf al een song gemaakt met mijn eigen band. Die heette Tracks of Two Horses. En daar had ik diezelfde truc al eens in gebruikt. Van een refrein te zingen en daardoor iets te roepen. Gewoon in de achtergrond met wat reverb erop. Ik denk dat ik die truc gewoon herhaald heb in die Sats & Soda. En waarom Friday? Ik denk dat dat was omdat we toen op de Vrijdagse Markt woonden, ik en Tom. I still to this day don't know what he says, but I think Beavis and Butthead singled it out where they were going, hey, you heard this song, Beavis? Fried eggs, fried eggs. When that hit the States, we thought, my God, it's we've arrived, you know? Beavis and Butthead have sanctioned a song by Deus. They had this chaos, they had this aura about them. They had, you know, Steph, this bass player, this, you know, this bohemian kind of Tom Waits-ish kind of figure, this, you know, and when he opened his mouth, it was just ripped you apart. And then you've got Tommy with his, like, almost like Eddie Vedder lookalike kind of guy, you know, and Klaas on the guitar, and Jules, this mad drummer, and the legendary Rudy Trouvet that, you know, just walked around this ambivalence on stage, and when he did something, it was just the right thing, you know, it just, and then the sound, which was always driving me mad, you know, because it could be fucking terrible, it could be awful, and then it could be absolutely marvelous. And so with Deus, you never knew what you were going to get. And so when they did come to the UK, it was, you know, it wasn't a case of me having to warn people about that, because I think that was part of the charm. That was part of the magic that they kind of evoked from them.
the fact that they had so many different aspects to them as well, the fact that they did their own artwork and their own videos, it just made them an interesting story, really. And I think it inspired people to write about them because there was, you know, they knew that they'd have things to talk about and that they would be able to talk about them. And imaging was really nice for the, you know, for the photo editors could see their picture in their newspapers to look kind of different from everyone else, and, you know, it inspired them to write about them. Steve Lamacq, who I think was the most important DJ at the time, you know, he went on radio saying, I've run out of adjectives to describe how amazing this album is. We kregen eigenlijk alleen maar goed nieuws. Was elke dag belde Fliep of Christian wel van, ik heb goed nieuws. Je hebt de hoogste rotatie op MTV. Dat was dan de maandag. De dinsdag, de London Astoria is uitverkocht. De woensdag, Parijs, de Bataclan is uitverkocht. De donderdag, dat bleef maar komen. We hebben toen een aantal clips in high rotation gehad op MTV. En MTV was toen nog gecentraliseerd in Londen en zende uit over heel Europa, van Israël tot Finland of zoiets. Dus van zodra die clips daar in high rotation zaten, dan was het inderdaad ineens heel snel. En dan zat het ineens overal vol. Ik herinner me dat we de eerste keer in Wenen speelden bijvoorbeeld, of in Tel Aviv bijvoorbeeld. En dat die zalen gewoon uitverkocht waren. Dat was echt wel een bizarre belevenis. Dan kwam het aan die Arsley en dan kreeg je nog eens goed nieuws met dat die plaat. Mijn eerste rock'n'roll moment dat ik dacht van wow, we spelen mee, was op een feestje van Pulp. Die speelde wat dat toen de Town & Country was, dat nu de Forum is in Londen, denk ik. Of misschien omgekeerd, ik weet het niet. En we zitten backstage, of nee, het was niet backstage, het was boven, maar het was in ieder geval een afterparty van de groep. Tikt er iemand op mijn rug. Ik draai mij om en dat was de oudste van de Reed Brothers, van Jesus and the Mary Chain. Hij zei, Tom, I love your band. Do you want a line of cocaine? En ik dacht, what the fuck? My ambition for that record was to sell 5 to 10 million albums around the world. And I know it was completely and utterly over the top, but I think you've got to set your sights high. And I think you've got to have something that's, you know, it's fairly tenable and fairly believable. But it was just as I started to understand how they worked and their requests for doing different things were coming in, I didn't know, you know, I was starting to get a little bit frustrated. I was starting to get a little bit concerned that, you know, what we were trying to do wasn't going to be possible. Toen het succes kwam, is het voor mij gedraaid. Dan werd het ineens heel bitter, want die hechte vriendschap die verbrokkelde een beetje. En dat was voor mij een heel moeilijke eigenlijk. We waren bezig met een groep die opwindend was, een interessant geluid had en aanspraak. En dan in het begin is de situatie dat je gaat spelen voor 10 man. En dat is boeiend, omdat je probeert die mensen geïnteresseerd te laten geraken in waar je mee bezig bent. Maar meestal zijn er reeds muziekfans en preekt min of meer voor hun eigen parochie. Maar je moet ze wel overhalen. En dan begin je voor 20 man te spelen, voor 30 man te spelen. Dan uiteindelijk begin je voor zaaltjes van 200 man te spelen. En dat vond ik een fantastische periode. Je zit echt in opgang. Je zit iets aan het bereiken. Dan begonnen we in Engeland veel te spelen. En daar terug hetzelfde verhaal. Zo een tour gaan doen voor zaaltjes van 50 man, 100 man... Dan gaat het terug, 200 man. En dat vond ik allemaal zeer interessant. Maar na een tijd begin je echt in grote zalen te spelen voor heel veel volk. En voor mensen die eigenlijk u meer als het snoepje van de dag beschouwen, in plaats van dat die eigenlijk nog überhaupt echt
echt fel geïnteresseerd zijn in de muziek. We hebben altijd heel veel gespeeld. Tuurlijk, tuurlijk. Maar deze was de fucking real thing. Weet je wel, we hadden een tourbus. We konden... Allee, we konden... Bedoel, voor ons was de bus voor mij, voor Rudy en nog voor andere mensen was dat een beetje... We werden een beetje ontworteld door dat succes. En dat was... Ja, dat was echt gewoon zo. We waren... Een beetje contact met onze thuisbasis kwijt, met de dingen die we deden. Dat ging allemaal heel snel. En voor Tommy, hij was ervoor gemaakt voor dat leven. En voor ons was dat heel raar. Ja, dat snap ik. Nee, maar voor mij zeker, maar ik weet zeker voor andere mensen ook. Voor Klaas zijn er ook zo'n momenten geweest. En voor Rudy zeker. Voor Rudy had het dan ook nog ermee te maken dat hij ook vooral zijn eigen dingen wou blijven doen. En het spelen bij deze was maar één van de vele dingen dat hij wou doen. Ja. Hij heeft dat jaren daarna ook altijd blijven doen met heel veel verschillende projecten werken. Dat doet hij vandaag nog altijd. Dus, maar ja, ik vind, er was een heel groot contrast tussen de manier waarop dat Tommy heel dat avontuur beleefde en ik zelf of andere mensen van de band. Dus dat lag heel ver uit elkaar. Ja, dat begon... Ja, verder ging verder en verder uit elkaar. Ja, mijn theorie is dat... Deze was begonnen als een on-Vlaams, on-Belgisch... met een ambitie die on-Vlaams en on-Belgisch was. En is dan uiteindelijk in die vorm uit elkaar gevallen door een gebrek aan ambitie die zeer Vlaams en zeer Belgisch was. Dat is eigenlijk mijn theorie. Op dat moment. Want, wie gaat er nu toeren en dan uiteindelijk beslissen dat hem heimwee heeft? The one person who I think had the most drive about him was Tommy. It really came across. And also Klaas. I think you talked to Steph. Steph was quite introvert. He was quite, you know, he looked inwards. I might be misreading this, but that, at that time he was quite a quiet character. Outside the band dynamic. And, you know, he wanted to put out his own music. Deus, I think, to him and Rudy were just like a launching pad almost for other things to happen at that time. Het was sowieso tussen mij en Stef altijd een soort wedstrijd van wie gaat er eerst uitstappen. En dan altijd een andere die de andere overreden van misschien toch maar even vol te houden. Omdat het was... Zeer belastend van altijd te toeren en ook zeer belastend van altijd met dezelfde groep bezig te zijn. Omdat wij zaten in andere dingen die evenveel aandacht vroegen en waar dat ook eigenlijk niet die aandacht voor was, omdat je de hele tijd weg wordt en met andere dingen bezig wordt. Dus het was sowieso op de tanden bijten. En dan had Steve het weer gehad, dan had ik het weer gehad. En dan in Milaan heb ik besloten van ermee te stoppen, omdat ik was al ontvoelen dat ik mijn eigen aan het corrupteren was eigenlijk. Omdat ik... Je neemt je eigen voor van... 2 maanden zeker niet te spelen. En dan stellen ze bijvoorbeeld het voorprogramma van Pavement voor. Gedurende 14 dagen. En Pavement is een groep die je zeer goed vindt. Dus dan doe je dat toch. En ze verlegden constant, zonder enige dwang, verlegden constant uw normen en uw grenzen. En in Milaan, ik vond dat een zeer onaangenaam optreden en een heel onaangename vibe in de zaal. En ik had besloten van niet te bissen. En de rest wou bissen, wat hun goed recht is. Maar dan denk ik toch schaapachtig mee, blijf gewoon bissen. En dan had ik het gevoel van... ik ben wel zo langzamer aan het dingen aan het doen die mij echt niks meer zeggen. En dan heb ik besloten van ermee te stoppen. Maar ik kan wel verstaan dat Rudy bijvoorbeeld zich belemmerde voelde omdat hij zich in een keurslijf zat van... ik kan niks anders meer doen dan dit. Alleen Deus en tourneegaan is vermoeiend ook. The biggest frustration for me and the biggest frustration for the label and people working within the organization was that you had this band with this phenomenal debut album that I don't think had really done enough to promote, looking back. And then they decided that I want to do a solo record. I want to make a solo album. I've got another band. You need to hear these demos. You know, I want to make a movie. Everything that made them brilliant, which was the things that they, that the fact that they all were interested in other things, that they had strong feelings about their artwork and their videos, and was also partly the problem, was that they were easily distracted by other things. And I feel that if they'd stayed together, you know, if they'd focused together more, then things would have been slightly different on a longevity. Ik heb 2 dagen achter elkaar gebleed. Dat was... Ik moet ook niet vergeten dat ik... toch
Die groep had al een weliswaar bescheiden voorgeschiedenis voor iedereen erbij was. Dus er was al een coming and going geweest. Maar uiteindelijk zaten we daar met een tight outfit, zoals ze zeggen. We zaten met een goede hoop mensen. En dat een helft, meer dan een helft van de groep ouder was dan ik. En dat ik een paar jaar voor mijn vader was kwijtgespeeld. Ik wil niet te emo worden, maar dat is wel belangrijk om te weten dat voor mij dat toch een... Ik was vrij vroeg van huis weggegaan. Dat was een surrogaat familie. En mensen als Rudy en mensen als Jules en zelfs Stef, omdat ik daar zo hard naar opgekeken als jongeling, waren, ik zou niet zeggen vaderfiguren geworden, maar toch wel mensen die toch een zekere leidraad waren voor mij. Hoewel dat ik ook wel best een koppig bazeke was en wel wist wat dat ik kon, maar waren dat mensen waar ik naar opkeek. Dus dat was een verlatingsangst die daarop speelde en die daar uitkwam. En dat was basically een verlaten. Dus zo heb ik dat ook opgevat. Ik heb daar ook om gebleid, gelijk een papa die op zakenreis gaat voor 6 jaar of een lief die weg is. Ik heb dat zo opgepakt. There's an elevator. Only takes one down. She said, this place, this hotel lounge, it's my daily bread, but I'm underfed. He asked, are you living in the night? 'Cause I can tell you have a lousy imagination. Heel veel van mijn teksten zit vol met uitspraken van mensen. Bijvoorbeeld, Are You Living in the Night? Is iets wat letterlijk een vrouw tegen mij gezegd in de Kat in Antwerpen, een heel fijne café. En ik denk dat ze mij eens op tv gezien. Dus ik denk dat ze dacht dat ik Engels was of zoiets. Want ze spreekt me aan in Engels. In het Engels zei, Are You Living in the Night? But it happens to be one of my pickings. That's so hard to keep the dream alive. 'Cause if it all comes down to this. Die uitbarsting van Rudy is op een moment ook zijn gitaarversterker in de fik gevlogen. Dus je hoort eigenlijk de klank van een ontploffende versterker op Hotel Lounge. Weer geen wereldhit. Cigarette, I tend to forget. I hoisted a flag, but it keeps hanging down. You know this place, this hotel lounge. It's my life, it's my choice, and I'm in love with Ricky Lee Jones's voice. Qua frasering kwam het heel schoon uit. Ricky Lee Jones. Ze heeft dat trouwens ook, dat is haar ter oren gekomen en dan heeft ze ons eens uitgenodigd in een optreden in Amsterdam. Dat is heel lief van haar. 'Cause it's so hard to keep the dream alive. And if it all comes down to this, how will move me, move me. And round, I guess.
get towards the end of Hotel Lounge, and Tommy says, "You see that? You know, see that couple over there in the corner? See that man? You see that girl? You know, their love story's famous." And that's the last thing. That's the last piece of text of that song, and it's just filled with so much longing, so much yearning. You know, I always thought of Laurence Olivier and Vivian Leigh. You know, when I thought about that. You see that man in the left-hand corner? You see that woman? The love story's famous. Ik had de biografie juist gelezen van Richard Burton. Dus eigenlijk Hotel Lounge, Great American New, het gaat eigenlijk over Richard Burton en over een fantastische kerel dat ik dat vond. En een goede acteur. En Liz Taylor, heel romantisch. Allemaal heel romantische beelden. Een beetje ouderwetse idee van romantiek. Die in veel van mijn teksten voorkomt. All the decisions that Deus seemed to make musically had a reason. There was a real attention to detail. And for that reason, they're a really, really influential band where Elbow are concerned. You know, I think we got our sonic exploration and attention to detail from Deus directly, I think. And that's the wonderful thing about Deus, is that they can pretty much turn their hand to anything. And that's something that's kind of aspirational for other bands when they're listening, because they've one hand they're going, "That is awesome," the other hand they're going, "Fuck, how do we do that? How is that possible?" You know, so it's they have this wonderful juxtaposition of elation and frustration built into their music, and it's twists into your blood, and that's an incredible thing. You find it very rarely. C'est un petit groupe belge qui a changé des choses dans l'oreille des gens. Je me souviens, enfin, je voyais au tout début, on joue à Wachter, il y a Michael Stipe qui vraiment regardait ce petit groupe monter sur scène et qui restait tout le concert. Et puis c'est Michael Stipe qui était vers Tom pour le féliciter. Ik denk, en dat is nu misschien heel raar dat ik ga zeggen, maar ik denk dat de eerste band die dat voor ons allemaal heeft geplaveid, was Urban Dance Squad. En ik weet dat veel mensen dat raar vinden dat ik dat nu over babbel, maar ik herinner me, ook in die periode, dat Magic Stick op dat moment, waar we toch allemaal een beetje naar opkeken, ook allemaal naar de squad, want dat was een rare band ook. En die absoluut pioniers waren in een soort muziekstijl die nu als for granted wordt aanzien. En ik herinner me dat hij een van de eerste was die ook super into Deus was, want hij dat ging ook naar alle kanten uit. Dat had ook een beetje die spirit van de squad in het begin. Dat was chaos. Soms was dat super, super slecht. En soms was dat, wauw, uw haar stond recht. I like music which transcends its genre and also transcends its national identity. And I think that worst case scenario is definitely one of those records. You know, it just, yeah, the fact that it just appeared so fully formed, so full of chutzpah, you know, that so brazen. I think it's like a lost gem. You know, I'm really glad it's being re-released. I really hope that it finds a whole new audience. This is the first draft of a worst case scenario. De
deze is de officiële Alex Salinas worst case scenario fotoshoot. Ik had 41,2 graden. Ik was snerteziek. Dit is Jules met een van zijn vele nichtjes of... Nee. Oh, daar heb ik nog familie wonen. Oh, daar heb ik nog een nichtje. Maar Klaas, jong. Je bent net een meisje. Dat is niet te doen, jong. Het is precies Scarlett Johansson. En dan zijn er mensen die zeggen dat het toren niet plezant is. Dat is in Israël. Dat is aan het meer waar Jezus over het water heeft gelopen. Dat is vergeten dat jij er in een woonblote ontspelen. Dat is niet mijn blote. Dat is Rudy in zijn nee, ik ga niet recht staan fase. Had jij toen niet iets gebroken, Rudy? Nee, wacht. Ik heb niet gebroken, maar ik heb ook lang op een stoel gespeeld. Zo. Het klassieke Trouvé-verhaal is Reading 95. We moesten opgaan en ik vind de Rudy niet. Deze is in Frankrijk. En ik zie ineens, Steve, ik zie ineens, onder al die tourbussen staan achter het podium van Reading geparkeerd. En ik zie ineens een paar benen voor het voorste wiel van een van de bussen. Maar hier dus geen bovenlijf. Ik zie benen. Ik zeg, oh my god, die mens. Als die een bus zich ook maar iets verzet, is die zo plat als iets. Dus ik ga die wakker maken, bleek Rudy Trouvé te zijn. Toen was dat niet gedaan. We waren allemaal zo weg als een patat van de ferry gekomen. Dat wij te vroeg Steve Mac moest ons aankondigen, maar wij waren voor Steve Mac op podium. Dus die had zoiets van, wait guys, I have to announce you. We waren allemaal al op podium. Rudy heeft onderweg naar het podium zijn voet gebroken. En dan vervolgens, ik denk ook dat jij geen broek aan had om een of andere reden. Nee, dat was Werchter zonder broek. Oké, okay, dat is dan de morfing van het geheugen. Maar in ieder geval, ga het wel op Reading, gesurfd op uw gitaar, op de rand van het podium, en er was een kloof van 3 meter. En die beelden zijn ooit nog gebruikt geweest in een BBC-documentaire in geweld en muziek.